Goed. Nou, nogmaals, goedemiddag. En ze had gevraagd dat ik wat harder wilde praten, dus als jullie zometeen, dan moet je even zeggen dat het wel wat minder kan. Dion de Bruyne dus. Nou, de vraag was Big Data, thema van het seminar van vandaag. Als we kijken naar Comvolt, hoe kijken we er tegenaan? Is eigenlijk dat je ziet dat alle informatie binnen de hele enterprise onderdeel is van al je informatie, van al je data. Wat we daarin zien is dat je ook steeds meer data krijgt. Ongeacht wie je bent, wat je bent. De ene organisatie had 10 jaar geleden 100 gigabyte, heeft er nu een aantal terabytes. En de andere die had 1 terabyte en die heeft nu vele tientallen, honderden terabytes. Al die data wordt gegenereerd, het wordt steeds meer en we doen het met z'n allen. Dat zie je zelf al, een iPhone, tegenwoordig een fotootje is zo gemaakt, maar het zijn wel MB's waar je mee aan het goochelen bent. Dat zie je ook in de zakelijke omgeving, Office, je gaat een Office upgrade doen, PowerPoint wordt ineens een stuk groter en je hebt een aantal MB's zo voor elkaar. Deze presentatie was al 7 MB, het zijn geloof ik 20 slides. Nou, daar kon je in Office in voorgaande versies alleen maar van dromen. Het wordt toch overal neergezet en daar zie je toch een behoorlijke hoeveelheid data vandaan komen. Datzelfde zie je vanuit de hele infrastructuur. Iedereen gaat virtualiseren, iedereen gaat dingen optimaliseren. Puur uit een oogpunt van hoe kunnen we nou kosten reduceren? Hoe kunnen we nou die operatie laten lopen met het aantal mensen wat we hebben? Maar dat wordt gewoon een grote uitdaging omdat de datahoeveelheden gewoon steeds en steeds groter worden. En daar zie je dus een consolidatieslag om eigenlijk te voorkomen dat we allemaal met big data te maken gaan krijgen. Er spelen natuurlijk nog een aantal andere dingen mee. Bring your own device. Mensen hebben zoiets van, ik wil op het corporate netwerk kunnen werken. Ongeacht waar ter wereld ik rondwandel. En of ik dat nou op mijn corporate laptop doe. Of met mijn privé iPad. Of met mijn iPhone. Of met mijn Android phone. Eigenlijk interesseert het mij niet. Ik wil nu toegang hebben tot mijn data. Dat zijn allemaal uitdagingen die je ziet. Waar heel veel bedrijven mee te maken hebben. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat we met z'n allen steeds meer data opslaan. Maar we willen het ook steeds sneller tot onze beschikking hebben en ook op de devices van onze keuze. Gebruikers laten zich niet meer zo makkelijk door de organisatie in een baan leiden waar vroeger had je een vaste werkplek. Daar stond jouw PC en dat was het. Dat is tegenwoordig niet meer. Daarmee zie je de volgende uitdagingen ontstaan. Hoe kun je nou data weer terug gaan vinden? Staat die presentatie op mijn iPad? Staat die in een home directory? Staat die op een afdeling share? Waar binnen de infrastructuur is die? En wat nog belangrijker is, de hele organisatie wil natuurlijk ook weten wat er allemaal aan de achterkant aanwezig is. We hebben natuurlijk een aantal, inmiddels een week of wat geleden, de mooie Rabobank gezien. Met al de Libor-schandalen. Dat ze in Engeland leuk aan het feesten waren in de city. Maar dat ze allemaal dingetjes aan het doen waren die het daglicht niet konden verdragen. Wat wist die organisatie daarvan? Wat was er in de backend bekend? Als je een compliance officer bent, als je dat allemaal wil uitzoeken, wil je graag weten... Waar is die data? Wie heeft zich ermee bemoeid? Wat waren de relaties tussen mensen? Dus ook dat zijn weer uitdagingen. Dat je wil zien, dat je erop wil kunnen rapporteren. Dat je het terug wil kunnen vinden. En dat je het wel kunt analyseren. Ja, hoe zit dat in elkaar? En alles bij elkaar, dat noemen we nou die big data waar we het allemaal over hebben. Complexiteiten nemen toe. Gebruikers veranderen hun gedrag. Maar voor de organisaties wordt het alleen een steeds grotere uitdaging. Daar heeft Comvolt een oplossing voor bedacht. Dat noemen wij Simpana. En eigenlijk alles wat wij doen rondom die data, vanaf het eerste filetje wat gecreëerd wordt, wat gevonden wordt, kunnen we allemaal meenemen in alle processen die wij aansturen. Ik ga zo wat verder op deze materie in. Wat het belangrijkste is, is dat je de data management in de traditionele zin van het woord hebt. Vroeger noemden we dat gewoon een backup. Misschien had je nog een andere groep die deed wat met archieven. En dat wil je eigenlijk nu in één hand gaan brengen. Wat nog belangrijker is, je wil van al die datastructuren wil je informatie gaan maken. Voor die gebruiker die eigenlijk niet weet wat hij zoekt. Hij weet niet van wanneer hij het zoekt, maar hij weet wel dat hij iets zoekt. Nou, dat is wat je wil ontsluiten voor die gebruiker. En daar kunnen we bij helpen. Wij geven daarom ook een makkelijke view op de hele data-infrastructuur, de hele datapyramide die er is, ongeacht... waar het vandaan komt. Want data kan natuurlijk uit die laptops komen, het kan uit die iPads komen, het kan uit
een clouddienst tevoorschijn getoverd worden. Verschillende applicaties, mailsystemen, SharePoint. Ook dat soort zaken worden natuurlijk steeds ingewikkelder. Als je alleen al SharePoint van de huidige generatie gaat bekijken ten opzichte van de eerste generaties, wordt het gewoon steeds ingewikkelder. De afhankelijkheden binnen applicaties worden ook steeds groter. Maar ook de hoeveelheid data die we daarin aan het stoppen zijn. En daar kan Comvault in helpen om te zorgen dat je de juiste data op de juiste tiers, op de juiste plaatsen, voor de juiste gebruikers ter beschikking hebt. Dat is eigenlijk wat je doet. En daarin zien wij, zowel de data groeit en Comvault groeit ook. Want ik weet niet wie van jullie kent Comvault al als bedrijf. Wel eens wat mee gedaan, wel eens iets over gezien. Nou, van de Talindus medewerkers geloof ik het wel. Het was een heel voorzichtig vingertje. Jullie gebruiken ook Comvault? Ja? Ik zit even te kijken, want ik zag... Ik had even geen hit met een naam erbij, maar... Ja? Triodos, dat was het, ja. Ja. Dan ken ik hem weer. Als ik even kijk van wat is Comvault? Nou, we zijn een Nasdaq-genoteerd bedrijf. Ooit in 1996 door AT&T naar buiten geschopt. Inmiddels ruim 1900 medewerkers. Iets meer dan 20.000 wereldwijde klanten. Ook wij zijn natuurlijk behoorlijk aan het groeien. We zien tot nog toe gewoon 25% groei jaar over jaar. Ik heb trouwens gisteren nog even geüpdate de presentatie. Ik zag dat we nu 3,53 biljoen dollar waard zijn op de beurs. Nogmaals, voor wat het waard is. Ik denk misschien even handig om... Comvault daarin mee te nemen. Hier zijn we trouwens erg blij mee. Dit is het derde jaar op rij dat Comvault gepositioneerd wordt door de vrienden van Gartner. Netjes linksbovenin. Gartner zegt altijd, je mag het niet zien als een of andere voetbalcompetitie. Van nou ja, als je daar helemaal linksbovenin staat, dan ben je de winnaar. Maar het geeft toch wel aan hoe ze naar ons kijken. Overigens is ook de Argive kwadrant is vorige week woensdag uitgekomen. Ik weet niet of jullie er ook in geïnteresseerd zijn. Daar zien we Comvault inmiddels ook in het rechterboven kwadrant toegevoegd. Dus vanaf vorige week, vanaf de 2013. We staan ook al jaren in de archief kwadranten. Dit is overigens de Enterprise Backup en Recovery kant van Gartner. En daar zien we hem netjes doorlopen. Gartner waardeert eigenlijk behoorlijk hoe wij naar data kijken. En met name ook, hoe kun je data nou zo makkelijk mogelijk managen om te zorgen dat je dus het op de juiste manier weg gaat zetten. Ik heb even een kleine hoeveelheid klanten meegenomen. Ze zijn er echt. Wat het allerbelangrijkste is, is dat Comvault gaat kijken van hoe kunnen we nou integreren als independent company met bijvoorbeeld de hypervisors. Er zijn natuurlijk heel veel hypervisors, er zijn heel veel verschillende operating systemen. Op die operating systemen worden natuurlijk al die applicaties gedraaid. Uiteraard de hardware die daar weer onder zit, de EMC's, de NetApp, maar ook de Dell, IBM, Huawei is hier ook op meegenomen. Op al die systemen hebben wij gewoon een hele uitgebreide integratie, zodat we ook vanaf de bit die geschreven wordt in de storage laag al die data mee kunnen nemen. Uiteraard ook richting de cloud, mocht je dat willen. Nervanix zou ik je niet meer willen aanraden. Die zijn inmiddels omgevallen. Er is de stekker uitgetrokken. Maar hij stond er toevallig nog tussen. En uiteraard ook in de healthcare-markt. De PAC-systemen en dat soort zaken. Ook daarmee zijn vergaande integraties gedaan. Als we namelijk gaan kijken in de traditionele manier van managen van data, zie je eigenlijk dat iedereen bezig is of was, nou, jullie hebben het licht gezien, om allerlei eilandjes te creëren. Je ziet een traditioneel backup en recovery spelletje gespeeld worden. Dan kun je denken aan de data protector, de backup exec, nou ja, noem ze allemaal maar op, de semantic varianten. Daarnaast gingen mensen allerlei archieven bouwen. Naast al die archiveringsoplossingen krijg je ook nog een stukje e-discovery wens. De Google appliances die binnengehaald werden. Zo van, dan kan ik een beetje over mijn data heen gaan zoeken. Replicatiemogelijkheden, zowel binnen de hardwarelagen als speciale software engines
om data te kunnen repliceren. En uiteraard, daarnaast hadden ze ook heel veel bedrijven nog een oplossing om toch die laptops van gebruikers daarin mee te gaan nemen. Nou, dan zie je al, dit in een notendop zijn gewoon 5 verschillende oplossingen die eigenlijk allemaal met dezelfde datastructuren bezig zijn. Want wat ben je aan het doen? Je backup maak je bijvoorbeeld van een exchange-omgeving. Binnen diezelfde exchange-omgeving ga je ook nog eens een keer archiving loslaten. Wil je daar ook nog eens een keer e-discovery overheen gaan jagen, kun je daar de volgende appliance voor gaan gebruiken. Replicatie kun je ook natuurlijk op exchange-niveau doen, kun je op verschillende manieren in gaan zetten. En dan zie je ineens dat op die ene applicatie, die ene business-applicatie die ik aan het draaien ben om productie op te draaien, om de gebruikers de mogelijkheid te geven om te communiceren, heb ik al 3, 4, 5 verschillende oplossingen. Wat je dus ook ziet gebeuren dan, op het moment dat Microsoft met een patch uitkomt, moet ik ineens ook 4 of 5 verschillende producten gaan testen of ik die patch wel kan uitrollen. Ik moet daarnaast natuurlijk ook al die producten, als Microsoft een bepaalde poort dicht gaat zetten of zijn netwerklayerstructuur gaat veranderen in een service pack, moet ik al die processen ook op al die andere onderdelen los gaan laten. Ik ben dus echt bezig met eilandautomatisering. Wat heeft Commvault nou eigenlijk gedaan? Zorg nou dat je dit in 1 product stopt. Dat is wat we gedaan hebben. We hebben een single console. En die single console kan al die taken uitvoeren. Dat was die laag die ik net liet zien. Die Simpana software laag. Want alles wat je doet op een applicatie is altijd gebaseerd op policies. Op integratie rondom security. Wie mogen in die applicatie? Wie mag er op dat systeem komen? Hoe zit dat in elkaar? Jobmanagement, wanneer mogen processen draaien? Verificaties, de tiering die erin zit, alerting, eventuele encryptie. Alles gerelateerd aan 1 proces binnen Commvault. En op dat proces kan je natuurlijk meerdere dingen los gaan laten. De basis is natuurlijk altijd die integratie met het operating system, de integratie met de applicatielaag die op dat operating system draait. En al die processen zijn gewoon gevolgtrekkingen van elkaar. Want heb ik het ene proces gedraaid, is het andere proces niks meer dan hetzelfde. Dus in tegenstelling tot al onze conculega's in deze markt, die al deze processen ook kunnen, daar zal ik ook heel eerlijk in zijn, alleen die hebben ervoor gekozen om overal eilandjes van te maken. Dan kijk je naar EMC, dan zie je een stortvloed aan producten die ze in de markt zetten. Eigenlijk om die ene applicatieserver te beschermen, in de lucht te houden, te repliceren, te discoveren. Daar heb je een veelvoud aan applicaties voor nodig. Dus je bent het nodeloos ingewikkeld aan het maken. En dat is wat Commvault gezegd heeft. Zorg nou dat dat 1 manier van werk is. 1 manier van die applicaties in de lucht houden. Uiteraard, alles wat voor businessbeslissing je ook neemt, begint altijd met een analyse. Wat heb ik? Wanneer heb ik het? Hoe zit het in elkaar? Zit daar informatie in die ik eigenlijk niet nodig heb op dagbasis, oftewel die stale information? Hoe gedraagt die applicatie zich? Hè? Hoeveel mails komen er nou in zo'n mailsysteem binnen? Wat doet die fileserver nou op gedurende de dag? Wat zijn de structuren van de files die erop zitten? Zijn dat files die een week oud zijn of 20 jaar oud, die door nooit meer iemand aangeraakt worden? Nou, dat soort analyses kan je helpen om beslissingen te nemen. Waar ga ik het neerzetten? Dus ik kan van tevoren regels opgeven waaraan die applicaties, waaraan die data, die informatie moet voldoen. En op het moment dat informatie gevonden wordt die ergens aan een bepaalde regel voldoet, oftewel een policy, kan ik zeggen ik wil dat het gemigreerd wordt. Ik wil dat het naar een andere storage tier verplaatst wordt. Of ik wil gewoon dat het weggegooid wordt. Als die mail na 5 jaar binnen de organisatie, dat we zijn er wel klaar mee, nou, knikker ik hem toch gewoon weg. Als de organisatie dat wil, kun je vooraf die regels neerzetten. En het wordt een geautomatiseerd proces waar uiteraard nogmaals netjes over gerapporteerd wordt. En het wordt netjes bijgehouden. En als je zegt, nou, ik wil niet dat het na 5 jaar weggegooid wordt, ik wil toch dat het na 10 jaar weggegooid wordt, kun je dat gewoon aanpassen. Kun je nog steeds zorgen dat je compliant bent met de regels waar je aan moet voldoen. En uiteraard, op het moment dat ik dat weet, kan ik ook zorgen dat ik daar dus regels op ga loslaten.
Ik kan dus zorgen dat ik wil het beschermen. Hè? Backup. Ik wil het archiveren. Ik wil dat het uit die applicatie gaat in een andere storage tier. En misschien wel in meerdere storage tiers. Eerst naar een stukje SATA-volume. Misschien op een stukje ruimte op een heel andere storage doos. Vervolgens naar een stukje tape-ruimte of naar de cloud. Of misschien wil je wel twee kopieën hebben van die data. Al dat soort zaken kun je gewoon netjes volgens regels gaan vangen. Regels laat je los op de hele infrastructuur en dat laat je doorlopen. En nogmaals, je kunt dus heel veel tiers bouwen. Ja, disk, tape, cloud. Het interesseert ons eigenlijk niet wat je gebruikt om die data op weg te zetten. Ik zeg gekscherend wel eens, al ga je naar de mediamarkt, je koopt zo'n kerstboom aan USB-poorten en je hangt hem helemaal vol met allemaal van die USB-disken. Ik vind het prima. Als je maar rekening houdt met de wetten der natuurkunde. Want die disken zullen niet snel zijn. Die disken zullen niet echt betrouwbaar zijn. Als ik kijk hoeveel van die doorgebrande voedingen ik thuis al heb liggen, van die goedkope USB-disken. Ik zou er toch niet mijn hele organisatie op willen gaan stoelen. Maar nogmaals, mocht je het willen, het kan allemaal. En uiteraard, je wil wel zorgen dat die informatie voor de organisatie ter beschikking blijft. Nogmaals, voor de organisatie, maar ook voor de gebruiker. Dus die mail die ik uit Exchange haal, ergens op een ander stukje diskruimte, cloud of tape zet, is niet weg voor die eindgebruiker. Uiteraard zal, als hij hem terug wil hebben, daar enige tijd overheen gaan. Je kunt je voorstellen, als ik een file terug wil hebben van 10 jaar geleden, die alleen nog maar ergens op een stukje tape-ruimte staat. Ja, ik krijg eerst een tape mount. Vervolgens zal die tape gespoeld moeten worden. Ik ga niet beloven dat die file binnen een halve minuut bij die gebruiker op zijn desktop staat. Het is wel zo dat die gebruiker hem absoluut terugkrijgt. Die gebruiker kan die informatie gewoon zelf terughalen. Op voorwaarde uiteraard dat zo'n tape wel neerlijn aanwezig is. We hadden ooit een ontwerpplan gemaakt. Zo van, dan maken we een heel klein doosje. Stoppen we zo'n klein mannetje in. En als dan een tape gevraagd wordt, gaat hij eruit rennen, gaat hij hem pakken. Dat hebben we er niet doorgekregen. Dus op het moment dat de tape niet neerlijn aanwezig is, ja, dan kan die gebruiker echt lang gaan wachten. Totdat de beheerder ergens een keer een tapeje gaat toevoegen. Maar die wordt netjes genotificeerd en de informatie komt gewoon terug. Dus dat soort zaken, daar wil je gewoon mee om kunnen gaan. En nogmaals, dat geldt dus ook voor compliancy. Een compliance officer die inderdaad al die files nodig heeft van 10 jaar geleden, die kan zelf die informatie vinden. Die kan ook een collect file ervan maken. Die kan weer zeggen van, ik wil alles rondom dit project in deze ene filefolder neer gaan zetten. En dat is de basis voor verder onderzoek. Of dat is zeg maar de justificatie wat ik ooit allemaal gedaan heb. En ik ben echt niet schuldig. Ik heb echt niks met LIBOR gedaan. Nou, daar kun je jezelf dus mee vrij praten. Want je kunt wel aantonen dat alle data die er ooit was, op een eenvoudige manier teruggevonden kan worden in de backend. Wat we ook zien, een Comfort kan je dus ook helpen om data makkelijker te beheren. Dus de kosten die je uitgeeft aan storage lagen kunnen we helpen te verlagen. Want als we alle data die niet voor de dagelijkse operatie nodig is op goedkopere storage kunnen positioneren, kunnen we je helpen om die data qua prijs per gigabyte te verlagen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de servers die al die terabytes achter zich aan moeten slepen. Hoe minder terabytes je hebt, hoe langer je servers mee zullen gaan, hoe minder servers je nodig zult hebben. We kunnen je dus helpen om te zorgen dat je alleen maar investeert in een infrastructuur die je op dagbasis gebruikt. Datzelfde geldt voor je tape-infrastructuur. Wat we heel veel tegenkomen, is dat mensen heel traditioneel denken, ik ga de weekly fulls maken, de weekly fulls, de daily incrementals en de vierde weekly full wordt dan mijn maandtape en mijn maandtape. Die ga ik 13 cycles goed houden en dan wordt de 13e cycle wordt mijn jaartape en dat ga ik dan nog eens een keer 10 jaar ergens neerleggen. Wat is nou de informatie die daarop staat? We kunnen dus zorgen dat je veel minder in de infrastructuur gaat gebruiken en dat je alleen maar dingen gaat opslaan waar je echt wat aan hebt. Maar daar kom ik zo nog wel eventjes op terug. Ook de administratieve tijd die je met al die processen bezig bent. En zoals ik net aangaf in die presentatie, als je allemaal eilandjes gaat bouwen, ben je er ook heel veel tijd mee kwijt. Zul je ook moeten zorgen dat alle mensen die ermee werken of die het moeten beheren, die juiste cursussen gedaan hebben, die juiste kennisniveaus hebben
En op het moment dat je natuurlijk 2, 3, 4, 5 applicaties moet beheren, ja, gaat meer tijd en moeite in zitten dan als je er maar eentje hebt. En dat is eigenlijk waar Comvault weer in kan helpen. Uiteraard de succes van backups. En dat hebben ze wel eens uitgezocht. Nou ja, ik zal hier niet vertellen dat we er heel slecht in zijn, dus we zijn er heel goed in. Ja, we hebben een hele hoge succesrate in backup- en archiefprocessen. Puur ook omdat we processen kunnen simuleren. Wij noemen dat de Comcel Readiness Check. Stel nu dat ik om 3 uur 's middags fingeer of een backup-proces loopt. Ik krijg een rapport alsof alles al gelopen heeft. Betekent dat ik nog kan ingrijpen voordat ik naar huis ga. Want normaal gesproken zie je als beheerder alleen maar alle problemen op maandagmorgen. Nadat je de verhalen van het weekend verteld hebt dat er heel veel processen niet gelopen hebben. Want iemand had toevallig op vrijdagmiddag wat IP-nummering zitten veranderen of die had even wat poortjes omgezet. Ja, wanneer zie je dan de failures? Ja, helaas, op maandagmorgen. Het weekend kun je niet overdoen. Het zou prettiger zijn als je dat schedule, dat je het rapport krijgt alsof alles gelopen heeft. Zodat vrijdag voordat je naar huis gaat nog dingetjes kunt aanpassen. Uiteraard, de backup-tijd kunnen we helpen verlagen. Want alles wat je bijvoorbeeld in een archief stopt, ja, daar hoef je geen backup meer van te maken. Dat staat niet meer aan de voorkant in de datastructuren. Nou, hoe minder data, hoe sneller het proces klaar zal zijn. Heel logisch eigenlijk, maar heel veel mensen denken daar niet over na. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor data die je over WANs gaat sturen. Binnen de Comvault Suite hebben we ook de mogelijkheid voor deduplicatie. Dus we kunnen helpen om al die dubbele data die iedereen vandaag de dag heeft, terug te dringen. Denk aan die full backups, ik gaf hem net al aan. Weekly fulls en 4 cycles, 13 cycles om een jaar backup te creëren. Eigenlijk zijn al die datablokken hetzelfde. Op het moment nu dat ik die ondubbel ten opzichte van elkaar, kan deduplicatie je helpen om die data terug te dringen. En dat gaat dus weer de mogelijkheid bieden om ook die data te repliceren naar een tweede datacenter of naar de cloud of naar een andere locatie. Uiteraard, hoeveel tijd heb je nodig om een DR-proces in gang te gaan zetten? Deze vind ik zelf wat minder handig gekozen. Als de server maar groot genoeg is, of de infrastructuur maar ingewikkeld genoeg is, heb je bij Comvault natuurlijk ook wat meer tijd nodig. Maar nogmaals, we kunnen wel helpen om dit soort processen vooraf al te testen, in te richten. Zodat je met relatief weinig handelingen een disaster recovery kunt gaan doen. Uiteraard, maintenance. Ja, wederom, hoe minder applicaties, als je maar 1 client hebt, alleen de Comvault client, hoef je ook minder te doen. Ik ga ook niet vertellen dat iedere organisatie van al deze onderdelen al dit soort besparingen voor elkaar kan krijgen. Het is vaak een mix. Op het moment dat je al weinig data hebt, of alleen maar recente data, ja, dan gaat natuurlijk archiving niet zo heel veel opleveren. Aan de andere kant heb je een wat oudere organisatie, ook nog eens een keer met ongelimiteerde mailboxen en noem alles maar op, kan de besparing op archiving een stuk groter gaan worden. En daar kunnen we wel mee helpen om ook te kijken van nou, waar kun je de besparingen realiseren en wat zijn de kwantificaties, of hoe kan je dat kwantificeren, wat de besparingen zijn. Nogmaals, onze visie is om dus 1 manier van data management in al die softwarelagen neer te zetten om te helpen die big data een beetje aan de gang te houden. Als we ook gaan kijken wat Comvault gedaan heeft, nogmaals aan de bovenkant hebben we de Comvault server. Wij noemen dat de Comserver. Dat is de server die verantwoordelijk is om al die applicaties, om al die gebruikers, om al die informatie middels die Simpana software naar de backend te plaatsen. De data komt terecht in wat wij noemen die content store. En een content store is niks anders dan de definitie die Comvault eraan gehangen heeft. Alle disken, tapes, cloudvoorzieningen waar je data van Comvault laat landen, dat noemen wij onze content store. En dat kunnen dus wel heel veel verschillende type data zijn. Vanuit die content store kunnen we nogmaals alles analyseren, zoekbaar terugzetten, ontsluiten voor gebruikers, overigens wel weer gebaseerd op hun AD-rechten, mogen ze er online bij, kunnen ze het ook in de backend terugvinden. Zien ze het aan de voorkant niet, zien ze het aan de achterkant ook niet. Tenzij je daar de rechten weer voor gekregen hebt. Dit is een hele mooie volle slide. Daar zie je ook dat we in dat tussenproces vaak in gaan grijpen, ook in de storage lagen. Oftewel die integratie met snapshots. We zien heel vaak dat er een verschil is
tussen op welk niveau je een bepaalde applicatie wilt beschermen. Stel dat je een applicatie hebt en die staat op een storage systeem wat in staat is om snapshots te maken, kun je die applicatie natuurlijk meerdere malen per dag veiligstellen in een snapshot. Heb je een bepaald type applicatie dat je ook de mogelijkheid hebt om daar de replicatie in mee te nemen, denk aan een NetApp-doos, kun je prima een SnapVault-relatie of een SnapMirror-relatie naar een tweede site neer gaan zetten. Op al die niveaus kun je die data, zijn op dat moment is al beschermd. Uiteraard heb je een doos waar je alleen een local snapshot hebt, is die applicatie beschermd tegen applicatiecorrupties of tegen human error. Maar op het moment dat het hele storage systeem uitvalt, ben je ook je snapshots kwijt. Wat we daar weer mee kunnen doen, is dat we die data weer kunnen oppakken. We kunnen hem vanuit die kopie kunnen we dan de traditionele backup processen gaan draaien. Of archiving. Of wat ik daarmee wil introduceren is het hele OnePass verhaal. Want nogmaals, backup en archivering is in onze optiek eigenlijk meer van hetzelfde. Het is het inmasseren van data richting een bepaalde target, een bepaalde backend. En uiteraard heb je ook die snapshot integratie, zodat je applicaties meerdere malen per dag kunt veiligstellen. En neem een exchange systeem. Op het moment dat heel exchange weg is, ja, dan willen heel veel organisaties niet terug naar de backup van gisteravond. Misschien wil ik exchange terug naar een snapshot van 2 uur geleden. Uiteraard heb je in exchange ook de logfiles, kunnen roll forward doen en de recovery windows worden daarmee vele malen kleiner. Terwijl als je natuurlijk 24 uur aan logfiles moet vooruitspoelen, duurt het gewoon allemaal langer. Dus misschien wil ik wel meerdere malen per dag die hele applicatie beschermen. Aan de andere kant, als één gebruiker een mailtje kwijt is, wil ik niet dat de hele organisatie teruggaat naar een snapshot van 4 uur geleden. Dat is misschien wat overdreven. En daar kan je dus weer gaan kijken wat is op bescherming of de beschermingsgraad die ik wil behalen en wat is het niveau waartegen ik me wil beschermen. Wij maken daar ook een hele of eigenlijk een onderscheid in. Je hebt disaster recovery en je hebt backup en recovery. Disaster recovery is zo snel mogelijk terug naar een punt in tijd, zo dicht mogelijk bij de calamiteit die opgetreden is. Backup en recovery is, ik wil in de backend informatie terug kunnen vinden op itemniveau, want dat is mijn recovery plan op dat moment. Die gebruiker die een vuiltje kwijt is, ik ben nog nooit een gebruiker tegengekomen die zegt ik heb hem op 24 januari om 2 uur 21 weggegooid en hij heette precies zo. Die gebruiker ben ik nog nooit tegengekomen. Ik weet niet wat jullie ervaring met gebruikers is. Mocht je er een tegenkomen, geef hem een kaartje van me. Die wil ik wel eens spreken. Het is altijd, ik denk dat ik het ongeveer toen nog had. Ik denk dat het ongeveer zo heette en ik denk dat het ongeveer daar stond. En dat wil ik terug hebben. Dat is eigenlijk je typische en het liefst ook nog snel, ja. Dan zie je dat heel veel IT-organisaties over de afgelopen 20 jaar de werkwijze geadopteerd hebben van eerst is het nee. Kom je voor de tweede keer zeuren, dan is het 2 keer nee. Zit je hoog genoeg in de boom, dan zullen we ooit misschien nog wel eens terugkomen en dan gaan we wel zoeken. Zit je daarboven, dan gaat er misschien nog wat gebeuren, maar je bent echt enige tijd onderweg om die informatie weer terug te gaan vinden. En dat is wat Comvault nou eigenlijk zegt van, geef dat nou gewoon lekker aan die eindgebruiker. Geef hem zijn eigen restore mogelijkheden, geef hem zijn eigen zoekmogelijkheden en laat hem lekker gaan. Komt hij er dan nog niet uit, dan kan hij naar de IT-organisatie komen. En die kan eigenlijk met een eenvoudige wijze die informatie terug gaan vinden. En of dat nou een vuiltje is van 1 uur geleden of van 6 jaar geleden, je kunt precies pinpointen wat je nodig hebt. Dat is eigenlijk het idee wat Comvault daarop toegevoegd heeft. Nogmaals, dat geldt voor filesystemen. Als we dit filesysteem ook als voorbeeld nemen, wat zie je wat er gebeurt in een backupproces? Uiteraard, ieder backupproces wat je opstart, en of dat nou met Comvault is of met willekeurig een andere backup tool, is altijd eerst een scanfase. Want je zult eerst moeten weten, wat is er? Nadat je een scanfase gedaan hebt, worden de policies erop losgelaten. Is het een full backup? Is het een incrementele backup? Is het een differential backup? Oftewel, dat leidt tot een collect file. Dit zijn de files die nu in die backup cycle moeten komen. Dat is de collect file. Daarna zal de data transfer operatie plaats hebben. En als dat klaar is, heb ik gewoon een eilandje waar die data geland is. Nou, het leuke is, ik gaf al aan dat ik op terug zou komen. Wat is nou een archiveringsproces?
Heel plat gezegd, dat is precies hetzelfde. Een archiveringsproces is een scanfase. Welke files heb ik allemaal? Vervolgens heb ik een collectfile waarin staat, dit zijn de files die ouder zijn dan dit moment. Of dat zijn alle files van dat type. En die gaan een archief in. Ik ga een transferfase weer in. Het landt weer in een ander eilandje. En dat noem ik dan mijn archief. En je raadt het al, hetzelfde is natuurlijk voor alles rondom storage resource management. Is gewoon een scanfase. De scanfase, daar komt in wat voldoet aan je zoekcriteria. En ik heb de transferfase. En ik zet het weer in een ander eilandje. Dat is hoe traditionele processen hiernaar kijken. Twee slides terug gaf ik aan. Hoe kan Comvault nou helpen om al die tijden terug te gaan brengen? Dat is wat wij gedaan hebben. We hebben gezegd, nee, er is maar één fase. En dat is die filesysteem. Daar laat ik mijn spelletje op los. Op dat filesysteem heb ik mijn scanfase. En een scanfase, dan weet ik al precies wat er allemaal is. Dat houdt dus ook in dat een file die vandaag een backup file is, is dezelfde file die over 6 maanden de archieffile is. Ik hoef hem niet nog een keer te discoveren. Vandaag wordt hij al gescand. Vandaag zit hij in die collect file. Vandaag gaat hij de backend in. En hij komt in die Comvault Content Store terecht. En daarmee ben ik in één keer klaar. Die file is er gewoon. Op het moment nu dat we ook nog eens een keer deduplicatie daarover loslaten, gaat er relatief weinig data over die systemen heen. Data die landt, hij wordt ingemasseerd eigenlijk voor eeuwig. Net hoe je daar dus de inrichting op doet, hoe lang zo'n file bewaard moet worden, waar staat zo'n file, wat ga ik er allemaal mee doen. Uiteraard, ik gaf het al aan, je hebt de mogelijkheid om ook nog eens een keer de hardware-infrastructuur hierin los te laten. Ik kan dus zeggen, ik heb dus de Simpana software, ik heb mijn storage laag en ik ga netjes point-in-time recovery mogelijk maken met behulp van snapshotting. Die snapshotting kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik wil iedere 4 uur in dit voorbeeld netjes een snapshot laten maken. Dat snapshot kan natuurlijk ieder type connectie hebben wat wij ondersteunen. Nou, dat is dus als de storage iSCSI, Fiber Channel en andere processen ondersteunt, kunnen wij daar netjes in meelopen. En we kunnen netjes die snapshot gaan gebruiken ook, om middels een proxy mount het snapshot te mounten en vanuit daar gaan wij nu de backups draaien. Op die niveaus gaan we ook de archieven draaien en vanuit daar gaan we al die backend operaties mogelijk maken. Dat houdt dus in dat de voorkant van de omgeving, de voorkant van de omgeving wordt nooit meer verveeld met backup en archiefprocessen. Dat doe ik allemaal in die snapshots aan de achterkant. Zodat ik de hardware laag die ik neergezet heb, alleen maar gebruik voor de compute waar ik hem voor betaald heb. Dat was een van de eerste opmerkingen. Hoe kan Comvault helpen om de storage en serverlagen in kosten te helpen verlagen? Dat is eigenlijk waar wij dan zitten. En daarmee zie je ook dat je van data op dat moment een asset gaat maken. Big data is niet eng. Je kunt uit die big data volumes, al die data in die achterkant, kun je makkelijk een single filetje terug gaan halen. Want we hebben hem geanalyseerd, we hebben hem doorzoekbaar gemaakt. Alles wat we met die data willen, kunnen we daarmee voor elkaar krijgen. Dat is wat we gedaan hebben. En daarmee zie je ook dat Comvault de brug kan slaan tussen alle source data die je hebt, eigenlijk naar een business value. Want je kunt alles weer terugvinden rondom onderwerpen, rondom personen, rondom alles wat er rondrent. Dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. Dat was weer een te snel. Nogmaals, ik heb even een kleine samenvatting daarvan gemaakt. Waar kunnen we je mee helpen? Op een kosteneffectieve manier omgaan met de locatie waar data terechtkomt. Dus data laten landen op de tier die het meest optimaal is voor die datastructuren. En wel zorgen dat je hem terug kunt halen. Je wil dat data niet eng is. Nou, deze hadden we al gehad. Dat ga ik nu nog een keertje herhalen. En dat was hem eigenlijk. Wat hebben we daar nou gedaan? 1 manier om al die processen aan te kunnen gaan sturen. En dan denk ik dat... was er nog eentje? Ja, ik wou zeggen, ik had er nog eentje tussen zitten. En nogmaals, het maakt dus niet uit waar de data vandaan komt.
Komt het uit die laptop van die gebruiker? Komt het uit de databases, filesystemen, SharePoint, vaksystemen? Het interesseert ons niet zoveel. We maken het gewoon doorzoekbaar. En dan denk ik dat ik mijn timekeeper weer helemaal bevredigd heb. Want volgens mij past hij dit precies zo. Precies in. Dat doet hij niet meer. Zijn daar nog vragen over? Ik had je al gewaarschuwd, hè? Dat hou ik niet van. Hè? Een beetje, ik wil niet zeggen op de stoelen, maar dat was hem. Dan wil ik je hartelijk danken voor de aandacht.